Even terug in de tijd, 2012. De Brunsumse Parade wordt geopend en in de VIP-tent wordt met twee bekende Limburgers gesproken over een nieuwe burgemeester die door Brunsum wordt gezocht. De gouverneur heeft hier vast en zeker al ingefluisterd dat hier een burgemeesterpost vrijkomt in Brunsum. Ja, ik weet er alles van. Ja. Nee. Voor de cirkel weer helemaal rond zijn, toch? Ja, het zou op die manier zou het mooi rond zijn. Maar ik denk Brunsum krijgt een goede burgemeester. Daar ben ik van overtuigd en anders zorgt hij er wel voor. Ja, zo lopen de dingen soms. Je hebt het helemaal niet zelf in de gaten, maar hierboven heeft bepaalde bestemmingen met ons voor. Kijk, ik had natuurlijk hier liever niet gestaan. Ik ben een burgemeester die als waarnemer aantreedt, naar aanleiding van een bestuurscrisis. Maar ik ben volop van plan om te zorgen dat Brunsum, die prachtige, waardige gemeente, weer op een positieve manier in het nieuws komt. Het zal geen makkelijke klus worden. Nou, ik ben daar toch redelijk optimistisch over. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat als mensen het goede in zichzelf aanspreken, als we weer gewoon gaan doen waarvoor we bezig zijn, als we naar die burger kijken, dan komt dat bij mensen dat besef ook wel naar boven. De nieuwjaarsreceptie wordt bezocht door inwoners, de politiek en een aantal verenigingen. Mensen wensen elkaar het beste, maar hebben ze ook een wens voor de gemeente Brunsum zelf? Heel veel positiefs. En dat is eigenlijk de enige boodschap die we hebben voor Brunsum. We willen positief op de kaart komen. Een gelukkig en gezond 2018. Dat is het allerbelangrijkste, het gezondheid, dat telt. Dat ze een beter bestuur kregen dan in 2017. Dat ze het bestuurlijk weer goed aankunnen en dat het de goede kant op gaat nu. Wat wens jij Brunsum toe voor 2018? Een gelukkig nieuwjaar. Vooral heel veel gezond verstand, dadelijk in maart. Een wijze burgemeester en dat de problemen snel worden opgelost. Want ik hou niet van problemen, wie wel. Er moet punt 1 meer gelachen worden. En de mensen moeten zich realiseren dat vechten is altijd slecht. Terug naar Gert Leers. De nieuwe waarnemend burgemeester is vastbesloten om de partijen weer nader tot elkaar te brengen. Ik ben geen super oplosser. Ik kan dat natuurlijk ook niet meteen doen. Maar wat ik wel kan doen is mensen weer het vertrouwen geven, de balans zoeken en voorkomen dat de energie gestopt wordt in onderling gedoe. Daar moeten we mee ophouden. En we moeten die energie vooral stoppen en samenwerken en proberen om er gezamenlijk. En dan mag je best van mening verschillen. Maar wel samen proberen uiteindelijk deze prachtige gemeente weer positief in het nieuws te brengen. Hoe lang heeft u moeten nadenken toen u gevraagd werd? Wel even natuurlijk. Omdat ik ook wel wil weten of het ook oplosbaar is. Maar ik zie zoveel positieve dingen in deze gemeente gebeuren. Aan het beleid ligt het niet. Het zit hem gewoon in een aantal hele vervelende omstandigheden. En die gaan we oplossen. En toen heb ik ook gezegd, nou dat ga ik doen. Omdat mijn hart natuurlijk ook bij Brunsum ligt. En laat ik ook eerlijk zijn, mijn moeder woont hier. En als een eerbetoon aan zo'n goed mens. En ik weet dat heel veel goede mensen hier in Brunsum wonen. Doe ik dit. They're shining bright, cause it's Christmas time. It's my favorite time.